<tieden> ik weet, ik weet het, het, het melodietje weet ik even niet goed. Het melodietje waarvan? Van uh, Stranger Things. Uh, in dit geval seizoen drie, maar het is al twee seizoenen of uh, hiervoor was dat hetzelfde. Uh, hij is nu net een, uh, is het een klein weekje? Uh, ja, volgens mij sinds 4 juli, de 4th of July. Ah, sinds de 4th of July, ja. inderdaad. Nou, ik heb hem dit weekend uh, in twee dagen gebancht. Uh, ik heb hem in drie. Je hebt hem ja. in drie dagen gebancht. Uh, en wij gaan nu bespreken of we uh, dit vet vinden. Überhaupt. Uh, want uh, seizoen 1 vond ik, uh, net zoals de heel veel uh, nerds, uh, uh, zoals wij uh, over de hele wereld, uh, echt geweldig. Mm -hmm. Full on feest van herkenning. Ja. Uh, met heel veel mooie. Um, je ja, noemde het hommages. En, en, uh, de, Gewoon de, alles, alles waar en, de jaren tachtig in popcultuur voor stond. dat zag je daarin ja, terug. Zowel met, muziek met, met als een, de games ja, als de, de films. De, de aankleding. De, de Goonies. Uh, ja. Steven Spielberg saus, uh, uh, Al dat soort dingen. Alles was. Uh, juist gedaan. Ja. Het, was, het, was een, het was echt een hommage naar ja, wat wij als nerds tof vinden uh, uh, aan, de, aan de jaren 80. Weet je, dan natuurlijk dat natuurlijk, die, die decade waarin heel veel gebeurde voor nerdculture en voor mm -hmm. popcultuur natuurlijk aan zich. Uh, dus dat was echt gewoon een schot in de roos. Uh, dat wisten de makers ook. De Duffer Brothers. Uh, en wat hebben die toen gedaan? Die hebben de uh, Easy Way uitgekozen en gedacht van, oh vinden jullie dit cool? Dan krijgen jullie dat nog een keer. Uh, maar dan minder goed. Ja, vond je, het, vond je het veel minder goed? Veel minder goed. Ja, echt. Uh, um, hoe, hoeveel minder goed kan je nog eens een keer kijken in de besprekingen uh, die we er ook van hebben gedaan? Maar nou, het, het, probleem echt... met, het probleem met dit soort series is vaak um, als seizoen 1 zo goed is. En het, weet je, binnen zo'n serie is natuurlijk een bepaalde opbouw van, van iets heel mysterieus naar uiteindelijk de climax waar ja. alles bekend is qua mysterie. En vanaf seizoen 2 moet je daarop voortbouwen. En dan is alles al soort van blootgelegd. Je weet wat alles is, je weet wat de geheimen zijn. En. Ja ja, doe dat maar eens opnieuw. Nee, oké, okay, dat is moeilijk, maar je kan niet vanaf, vanaf nul weer beginnen, weet je, beginnen nee. met het helemaal, okay, nou, je, weet, gevind, je weet hoor. weer niks, je weet niks, ja, ja, je weet bijna alles, het, weet Het je. had iets anders kunnen, er had iets anders kunnen gebeuren. Ze hebben gekozen voor eenzelfde uh, schaduwwereld, weet je, de Upside Down, ja. uh, uh, wat niet per se meer de Upside Down was, want dat was ook zo'n mooi ding, het was een kleine, enge wereld, weet je, mm -hmm. in principe maar met één demo Demodog, ja. uh, uh, Demogorgon, en um, in twee was het niet meer per se de Upside Down, er werd misschien nog een paar keer naar gerefereerd, maar het was gewoon een schaduwwereld, en daar was een huge ass monster ja. uh, en wederom uh, die piepsqueak van Will... Uh, was het lulletje dat, uh, dat dat de tweede keer overkomt dat ik ook zoiets van echt doen we dit doen we dit ook nog een keer op die manier ja, ja, ja. Uh, daarnaast waren alle Edis references die daarin zaten vond ik veel geforceerder en veel minder ja. natuurlijk overkomen zit wat in ja zeker uh, dus ik, ik, ik had wel zo ja na twee was ik echt wel teleurgesteld het was het is nog steeds tof maar ik was ja. echt uh, echt goed teleurgesteld uh, en, en met diezelfde verwachting ging ik drie in en dat was uh, binnen anderhalve uh, episode denk ik weg. Weg, ja. Ja, want ik vond dit weer. Is dit de juiste evolutie voor, voor de serie? Ja, ik vond echt een. Uh, seizoen 2 vond ik een. Vond ik een uh, noem je dat? Ja, een, een degradatie. Okay. Uh, zoals namelijk veel. We hebben toevallig net nog. Uh, we hebben we wat toffe uh, eindjaars of eindjaars. Uh, uh, zomercontent. Ja. Uh, waarin we. Uh, ja, bepaalde dingen. Dus uh, ja, weet je, dit, laat ik dat ook niet spoilen. Maar toen hadden we het over deeltje 2's. Dat die vaak. Uh, uh, het, is, het is. de verrassing is weg. Mm -hmm. maar ze kunnen vaak dingen perfectioneren die ja. ze hebben geleerd van deel 1. Nou, in, in, in het geval van. Uh, van Stranger Things. Vond ik dat niet. Ik vond echt dat ze zoiets hadden van dat ze eigenlijk door hun eigen succes uh, zijn gekortwiekt. Omdat ze zoiets van: oh wat willen jullie Ghostbusters pakjes? Nou, dan krijg je toch Ghostbusters pakjes. En het ja. had allemaal niet zoveel gewicht. Um, en hierin heb ik weer het idee dat ze iets nieuws zijn proberen te doen. Het is namelijk veel meer hoor het is echt, het is, want in ieder geval op, op een op een uh, gory manier, er zit ja, veel gore in, ja. het is wat harder, je ziet echt, dat mensen hun hart gepierst worden, ja, ja, ja. je weet zeker in sommige soorten gaan er gewoon echt mensen dood, met bloed en ja. en en uh, uh, weet ik veel, weet je, je, het is, er gaan heel veel mensen dood, uh, en dat was in in in, in dingen, wat vond ik dat helemaal niet, weet je, dat was echt een kinderserie bijna twee, en dit is best wel, uh, Maar uh, in uh, dat ja, opzicht vreinig. is het toch wel um, een beetje de lijn die je kan verwachten na zo'n eerste seizoen waar alles heel Mysterieus is een tweede, zoen die. Oké, okay, hij valt wat tegen, maar wel die lijn doorzet met uh, het moet allemaal wat groter en het moet wat ja. meer actie, want je weet toch al wat je ja. wilt. En nu drie, uh, wat ik dan mooi vond, is dat ze proberen juist weer dat mysterie een beetje terug te pakken, precies door een ander perspectief uh, erin ja. te gooien, namelijk ja. het, het hele gedeelte met de Russen, ja. uh, waar je gewoon nog niks van weet natuurlijk. Nou, in, in twee zitten er volgens mij ook wat, uh, wat referenties naar mensen ja, okay. die experimenten aan het doen. Naast met de, de upside-down. Uh, en in dit geval zijn het inderdaad dus Russen. Wat natuurlijk ook zo'n grappig ding was, daar met de Koude Oorlog. En, ja. uh, en dit en dat. Uh, dus dat werkte inderdaad goed. Uh, waar het toen ook zo heel geforceerd. De, die groepjes werden, werden in, in seizoen twee mm -hmm. ontstonden, bijna een soort van. Maar dat waren echt gewoon oké, okay, wie gaan we team-upen in dit seizoen. Ja. En nu voelde dat alsof het verhaal daadwerkelijk. Uh, ja bijna dicteerde op een logische wijze van oké okay, deze trekken dus samen zo op deze gaan dit doen uh, het was veel meer het was veel meer een organisch geheel had ik het idee ja. de verhaalvertelling ja het zijn het zijn weer die opgesplitste ongeveer drie verhaallijnen... die ja. uiteindelijk natuurlijk samenkomen, samenkomen want ja. dat is dat, het het leidt altijd tot een climax uh, ook in dit geval ja. zonder want ik ik blijf het lastig vinden om met hiermee uh, weg te blijven van spoilers want je bent heel snel geneigd om te zeggen oké okay, die en die teamen, up dan kan je al een bepaalde je ziet het ook wel een beetje ja je in de ziet trailers, het en trailers en daar maar kijk zoals dit is natuurlijk heel duidelijk dat was een dat was een van de leukere uh, 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 ja dingen van seizoen 2 uh, steven en uh, of, of wat is het is het steve Weet ik Dustin ook. en Steve ja. ja Dustin en Steve dat wel Steve Steve de her uh, wat dan ook mm -hmm. um, was een toffe toffe ja. toffe combo uh, en natuurlijk gaan ze dat uh, dit en, en ja zit dat hier ook weer in um, en voor de rest maakt het ook niet heel erg veel uit wie er wie er upteert. maar er zijn een paar maar ik vind vooral de verhalen gewoon veel uh ja, logischer en duidelijker. Natuurlijk ook wel met wat backstory van, van, van twee. Mm -hmm. weet je, daar, daarin weet je dat, dat Hopper uh, eigenlijk best wel een badass uh, ja. uh, politieagent is. Maar waar hij in twee nog een beetje een soort van die awkward struggle met zichzelf had en wat dan ook. Hij is hier gewoon een badass. Ja, zeker. Vet. Weet je wel. Zoals... Nou, nog, st nog steeds wel met een soort van. Uh, nou, wel met een hart. Een klein hartje. Heeft ja, natuurlijk. Een, uh, het is wel een teddybeer, maar ja. het is wel een badass motherfucking teddybeer. En terwijl hij in, in, in twee soort van was hij. Was hij uh, uh, ik vond twee, ja, ik vond het gewoon echt niet tof. Ander, want ik, kan, ik, ik wil je dan vertellen, uh, vragen naar... Na het zien van dit derde seizoen. Ja. Wat nou, als je gewoon seizoen 1 en seizoen 3 achter elkaar kijkt, mis je dan nou wat? Nee. Nee. Uh, ja, wat, wat kleine dingen. Wat kleine dingen zoals. Oh, Steve en, uh, en Dustin uh, vinden elkaar tof ja. en die trekken veel met elkaar op uh, en, en dat soort shit. Maar voor de rest, heel weinig. Mm -hmm. Uh, want uh, wat ik zeg, ja, de twee was echt een herhaling. En natuurlijk weet je nu: uh, Will voelt weer wanneer de Mindflayer eraan ja. zit. Het moet dan ook wel echt achter ja, keer laten het zien het worden. Hij, uh, van, ja. Maar daardoor heeft hij zo veel kleinere rol dan in de eerste. Uh, ja. in, in, in seizoen één. Ja, gelukkig want ik is hij mee. vermist. In seizoen twee gebeurt er ook genoeg met hem waardoor hij uh, uh, die schaduwwereld ziet. Ja. En nu. Ja, hij is zeg maar, een soort van instrument dat aanvoelt dat er iets aankomt. En we weten dat al. Want en het hij zit al speelt in graag elke... Dungeons and Dragons, maar verder ja. wordt het, hij wil gewoon alleen maar Dungeons and Dragons spelen. Ja, ja het, 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 precies. En, en voor de rest, je weet al uh, wat er gebeurt. Want je, je ziet het al in de trailers. Uh, uh, want het verhaal wordt wederom gewoon voortgezet. Mm. Uh, hè, de, de, de gate was toch niet helemaal dicht. En sterker nog, misschien was hij wel dicht, maar mensen proberen hem open te doen. Dus uh, uh, de wereld is weer... Uh, er bestaat weer iets. Er bestaat weer iets, inderdaad, uh, wat in principe al kennen, uh, komt weer terug op een net andere uh, manier. Um, weet je, niet meer met de tunnels bijvoorbeeld. Dat ik nee. ook een uh, goede toevoeging vond dat ze wel. Dus daarom ze, ze hebben echt nu. En dat was wat ik, wat ik in ieder geval heel erg voelde toen ik gewoon dat hele seizoen aan het kijken van, van hè, hè, jullie hebben je niet meer laten beïnvloeden voor van van uh, of door wat de wereld zo vet vond aan jullie serie. Ja. Jullie zijn weer de serie gaan maken uh, zoals jullie hem voor ogen hebben. Weet je, dus dus met daarin nog steeds genoeg. Uh, uh, references. En die references, die zijn weer wat minder obvious. Die zijn bijvoorbeeld lifeguards. Weet je, dat is echt zo'n ding dat, 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 is, dat is helemaal, dat is niet een, uh, weet je, een heel geforceerd shot met vier nee. uh, 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 Ghostbusters pak aan. Mm -hmm. Nee, je hebt gewoon die lifeguard shit, weet ja. je. Lifeguard on duty. Net, hij heeft nog net niet zo'n zo, 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 zo streep, weet je, met, mm -hmm. met, met uh, um, uh, sunscreen. Maar, maar dat soort dingen, uh, de, de moeders die daar zitten te kijken, de mal, de aerobics. Ja, ja. Hele kleine dingen, maar nog steeds grappig. Uh, de ontzettende product placement van uh, coca -Cola. Cola uh, van Coke 2 nieuw, ja nieuw Coke ik wist helemaal niet wat of ja, kook, nieuw koken inderdaad. En dat is dan in 1922. En ik heb het even gereserveerd. Ik denk van wat is ik het heb het meteen daarna ook opgezocht. Ik wist het niet. Ik wist niet dat er dat Coca-Cola mislukte, mislukte, mislukte nieuwe formule om om Pepsi uh, ja. een beetje de grond in te duwen Iets ja. wat meer leek op Pepsi doordat het zoeter was of iets uh, ja. En goed. en en de hele wereld vond het niet chill. En in de 1992 hebben ze volgens mij koken toe gewoon gemaakt. En in 1995 was het uh, is het uh, gestopt omdat niemand het dronk. Waarbij ook nog de soort van uh, theorie gold dat uh, dat het juist allemaal als marketing stunt was om, om hun zo eigen... Maken om de Coke classic te, te herintroduceren. Super Weet ja. je, daarom een heel vet, uh, vet verhaal. Dat zit er ook in. Uh, en wat ik zeg voor de rest... Het is, is, is ja, weet je, de, 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 leuk om te zien dat de characters ook... Um, ja, nog, ze zijn nog steeds enigszins naïef. Omdat ze gewoon... Ja, we hebben dit al twee keer meegemaakt. Dus we gaan het gewoon ja. doen. En het, je snapt dat wel. Want je, ze hebben het inderdaad al twee keer meegemaakt. Maar het voelt niet meer alsof ze... Uh, gewoon een, een domme beslissing maken, terwijl ze helemaal nee. niet weten wat ze doen. Ze hebben, je, je voelt wat meer soort van, omdat ze ook letterlijk wat ouder worden, ook in het echt. Uh, het zijn ja, dat is, dat vond meer ik meer young teams maar soort van, know, weet mid-teens mid bijna. Je ziet zoveel verschil tussen die kids uh, ja. in seizoen 1 en nu. En ze, in seizoen 1 waren ze allemaal even klein, Ja, wijze van. En, en wat nu zie je een, heel lang worden ja. en de <laughs> ja. anderen wat, wat, wat kleiner ten opzichte van elkaar. Ja. En, en, uh, heel tof ik dat. Ja, daar komt natuurlijk ook bij kijken. Wat super real daardoor. Daar, daar komt natuurlijk ook bij kijken dat het een beetje meer pubers worden ja, en die, die, ja, die, gaan zoenen, die gaan elkaar natuurlijk. leuk vinden ja. en er wordt gezoend en er wordt dit en gedaan. Ja. Dus je krijgt wat van die leuke corny love stories te binnen, ja. zeg maar op een ja. leuke manier. Wat ik wel, um, ja, ik, ik wil het niet echt heel negatief benaderen, maar uh, stilistisch gezien vond ik bepaalde dingen zoals het hele gebeuren met de Russen best wel over de top. Ja. Net, dat het net zijn doel voorbij schoot. Weet je, ja. je ziet wat karretjes en, en uh, basisen en gebeuren. Ja. Weet je? Ik, ga natuurlijk, ik wil niet te veel zeggen van wat er allemaal te zien is, maar het is zo'n soort van jaren tachtig Lego blokjes dat ik denk dat is bijna plastic ja oké oh je bedoelt op die manier je irriteert je aan het autootje. nou niet alleen irriteert je alleen maar aan het fucking auto nee maar gewoon dat sommige dingen zo zo plastic fantastic jaren tachtig zijn dat dat bijna fake wordt ja nou nu dat zegt kijk ik als iets als iets in mijn ogen goed is en leuk is dan dan is niet meer de weet je noem je dat je beroepsinformatie gaat bij mij wat minder waardoor ik daar niet op let en heb ik zoiets van oké cool weet je dus ja ik snap dat je nu, nu heb ik gezien van ah, je hebt wel gelijk. Het is ja. Sommige dingen liggen er wat uh, bovenop. Maar ik vind het dus lang niet zo obvious als die, die hele duidelijke nee, uh, nee, crowdpleasers crowd van seizoen 2. En daarbij komt kijken dat, dat uh, ja, natuurlijk heb je elk deel heb je een, het monster, wat centraal staat in dit deel, is dat de Mind Flayer. Ja. Um, ja, je, je ziet wat kleine referenties in trailers, dus uh, daar zal ik niet af verder gaan. Um, die vind ik in dit deel of in dit seizoen ook heel goed uitgewerkt. Veel vetter Omdat dan in er deel veel deel. meer bij nou, kan kijken dan alleen het monster zelf. Ja, ja oké, okay, dat is tof inderdaad. Daarom hebben ze echt bedacht van, oké, okay, wat, wat kunnen we hier nog meer mee doen met, met die hele shit? Mm -hmm. Ja, dus er moet meer uh, ja, hoe dat, gewicht of, of, of belang uh, bij, bij ja. komen kijken. Hebben ze inderdaad netjes gedaan. Uh, sommige characters die hebben inderdaad gewoon, weet je, omdat je ze toch al haat, krijgen ze ook echt een, een rol die ze verdienen. Mm -hmm. uh, wat dan ook. Dus ik vind het echt gewoon een, een goed geschreven... Uh, Um, seizoen. Zeker. Uh, met betere, want dat vond ik ook zo jammer aan twee. Eén uh, was uh, ook cinematografisch en stilistisch gezien, dus juist wel echt ace. Ja. Weet je, hele mooie kleuren, heel mooi gefilmd. Uh, twee was in dat opzicht ook zwakker. En nu Ja, twee, misschien... was, twee was iets soberder. Ja. En, maar ook, en ja, dit precies. is juist weer wow, de andere kant. Vol aan neon candy. Ja. en candy en echt mooi, weet je. Kleding echt Mooi ook, fucking uh... gefilmd. Uh, ja je, je ziet het al weet je het is het is, het is uh, um, en, maar dus ik vind het dus hier in oh ja natuurlijk de fair weet je ook zo'n typisch Amerikaans iets uh, ja ik vind het allemaal echt gewoon het is heel mooi in beeld gebracht uh, mooi gestileerd uh, al of vind jij dus misschien hier en daar ook ja, hier en, en daar te veel ja. uh, wel nog uh, dikke pluspunten uh, dikke ja. pluspunten voor uh, Alexei. een van mijn favoriete <laughs> nieuwe characters um, ja, ik, daar zal ik ook weer niet veel meer over zeggen. Maar ik nee. vind het gewoon een, een geniaal figuur. Ja. En de, daar, daarbij ontstaat ook weer een bepaalde nieuwe vriendschap... die fucking geniaal ja. is, weet je. Ja, nee, maar uh, alles, alles klopt, ja. vind ik, aan deze serie. En, en ik had er op, op uh, of in ieder geval van dit seizoen... en ik had op twee heel veel aan te merken. Uh, en op drie... Helemaal niks. En ik heb zie je, mensen op, op Twitter ik, uh, zie ik zeggen van oh, ik heb er twee afleveringen geprobeerd en ik vind er helemaal geen ruk aan en ja. ik stop ermee. Heb jij, ik, ga, um, ik snap dat niet. De, dit is niet heel erg spoiler gerelateerd. Maar heb je die ene scène, al, want we hebben het ook een beetje over de stijl en, en cameravoering. Die ene scène dat er. Um, ja, ze zijn in een kantoortje en op, op, van het een op het ander moment tilt de camera, en is de rest van de scène is in een tilted Engel te zien. Het is echt een hele sicke ja? overgang. En, en het is echt van... Oké, okay, ze praten met elkaar. En hij slaapt met zijn vuist op tafel. En alles staat de hele tijd ja, maar dat bedoel ik. Je, op die manier hebben ze dus zo'n vet detail. En ja. het, het is mij dus niet eens opgevallen. Wat heel raar is. Okay. Maar, maar, ja, dat stukje moet je even zien. Is, ik vond het heel vet gedaan. Ja. Ja. En een andere... Heet ze Erica? Die in seizoen 2 wel al een hele grappige uh, introductie... dat zusje van... Uh, van ja, van ja, donker ja, ja Erica. Nou, jong. Ik heb... Ja, maar dat is ook... Sassy, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb letterlijk... Nou, niet letterlijk in mijn broek gepist. Maar ik heb echt vaak... Hardop zitten lachen. Uh, om, om dit seizoen. Ja. Uh, om die grappen. En ook nog eens, en dat is helemaal, dat vind ik dus altijd zo knap: wanneer een doodserieuze scène kan Breken met comedy zonder dat het irritant is, ja. uh, zoals heel af en toe in de MCU ook wel eens gebeurt, weet je. Uh, of, of bijvoorbeeld uh, Ragnarok deed dat goed, dat <laughs> je uh, de, kut, weet je. Thor staat daar, moet tegen iemand vechten en het is, het is de hulk. weet je. All now we're friends, ja. dat je dan lig je gewoon even op, op de grond van het lachen om de, en dat kunnen ze hier ook in. Gewoon op de, en af en toe zeggen ze dat ook van dude, really die die grap nu, ja, <laughs> het is fuck, We zitten in deze situatie en je maakt, maakt die grap en dat vond ik echt heel dat vind ik echt heel knap. Wanneer je dus comedy, uh, wanneer je met comedy iets, iets heel spannends breekt, zonder. Dat het irritant voelt, um, dus ja, en, en wat ik zeg, die Erika die had het heel vaak. en je hebt ook zoiets van ja, weet je, dat, wat ga je bijna ongeloofwaardig, want dat is het ding, mm. he, het blijft natuurlijk Spielberg-esque, dus en dat is misschien ook een beetje wat jij zegt van dat dat misschien overstilistische. Ja. het is ook van ja, natuurlijk ga je niet zo'n klein meisje uh, gebruiken om om een Russische basis te infiltreren, mm. maar het gebeurt, weet <laughs> het, je, het dus. gebeurt, en, en het gebeurt heel grappig, en ja. ze heeft natuurlijk wat je hier een helm met twee fucking uh, twee <laughs> zakken <plappen> erop getaped. <laughs> het is zo cool, en ook hoe zeiden mensen omgaat, dat je als we de normaalste <laughs> zaak van de wereld is, ze willen alleen betaald worden in ijs. Ja. Weet je dat, nou, ja, ik, 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 mis daar wat. Als je als roek. je het op die manier bekijkt, is het zo absurdistisch dat je ja. niet zou verwachten dat het gewoon bloedserieuze hey. scènes zijn, <laughs> met, met gewoon een, een goede laag humor. Dan. Ja, ik vind het heel knap. Ja. En, en zoals ik zei, weet je, hier en daar wat wat overstilistisch, maar. Um, 99% van de dingen heb ik me absoluut niet aangestoord, nee. dus uh, in dat opzicht is er op de stijl ook uh, vrij weinig aan te merken. Misschien alleen een goede zin. Ja, nee, wat ik zeg, het is voor mij uh, uh, ja, gelukkig weer een return to form. Het is net ja. niet zo uh, uh, voor mij. Uh, ja, noem dat de impactvol als, als seizoen 1, omdat het is gewoon ja, nieuw is het, het bij het, iets het, Precies, het, het is wat verder. nieuws. Dus, uh, en, en, en dit is ook geen evolutie van, van Stranger Things, maar gewoon wel een. Ja, ik zou het return to form echt noemen. Een, een, die sprong is groot genoeg om, uh, om het absoluut uh, ja, weer een topseizoen te maken. Ja, ik wou net zeggen. Het is echt, uh, ik denk aan het eind van het jaar, uh, een van de series die ik uh, uh, hoog in mijn, in mijn lijstje zal hebben staan. Prima.